Ja, het is nog vakantie in deze regio. De meeste kinderen hebben nog een week vrij voordat ze naar school moeten. Maar toch zit het hier inderdaad lekker vol. De wedstrijd tussen nummer 4 FC Utrecht, 7 uit 3. En ze zouden bij een overwinning. Dan zijn ze koploper van de Eredivisie. VVV heeft 3 uit 3. En zal daar niet geheel echt heel ontevreden mee zijn. De slingers zijn wel opgehangen, of in ieder geval neergelaten. In de wedstrijd waarin dus Danny Post weer terug is bij VVV. Dat is goed nieuws. Lee Cattermole, de nieuwe aanwinst in Engeland, begint vandaag op de bank. Wellicht dat ze dat soort mannetjesputters zeker tegen FC Utrecht nodig hebben. Dat is prima. Aan het seizoen is begonnen met 2 overwinningen en een gelijkspel in de Kuip. In een periode waarin er allerlei contracten worden verlengd, hieronder in beeld. De opstelling waar nog niet de nieuwe Bart Ramslaar zit. Ja. En hij tekende van de week bij Jean Kleiber. Net als Willem Jansen overigens bijgetekend. Kleiber tot 2022. Willem Jansen tot 2021. Daar staat de captain van het team. Het scheidsrechter Jochem Kamphuis. En de aanvoerder aan VVV kant is dus de man die afgelopen wedstrijden miste. Danny Post, last van zijn hamstring. Een lastige blessure, zei hij in de vorige week. Waarvan je een beetje van dag tot dag aan het leven bent. Wanneer kan het? Nou, deze week kon het dus. Is hij een belangrijke schakel op het middenveld. Met Kirschbaum, veel Duitsers in de ploeg. Pasionik, Reusler, Koem. En Roel Jansen, Neudekker is ook eens een Duitser. Post Lindhorst, die tegen Ajax scoorde. Kettenman op de bank, dus Van Ooyen, Soriano en Sinclair. Sinclair overigens, die nog een tijdje heeft gespeeld samen met Kettenman. De warmte, als wij het warm hebben, hebben zij het altijd nog warmer. Kom aan, boys. Kom aan. En VVV heeft afgetrapt. Koen speelde 2 seizoenen in de Galgenwaard. Tobias Pasionik, een van de Duitsers achterin, hij de rechtsachter. Lindhorst en Jansen. Wegkop is daar van Christian Koen. Strieder, onderuit geschoffeld door Evert Lindhorst. Die het vorige week voor elkaar kreeg om André Onana te passeren in die wedstrijd tussen VVV en Ajax. Kleiber. Gustafsson terug. Kleiber is eerder bij de bal. Maar krijgt de bal niet bij Isaac Bas. Ja, snelheid bij Utrecht voorin. Zeker, absoluut. Maar ook Kleiber is een van de rappen. Kerk. Gaat Utrecht deze stormachtige beginfase bekronen met een treffer? Bijna ja, omdat Kirschbaum die bal nog even loslaat. Sterke openingsfase Utrecht. Kirschbaum die de bal loslaat, geschoten door Gustafsson. Hij is zeer nadrukkelijk aanwezig in die beginfase, net als Kerk en Kleiber. Er is hier ruimte aan de linkerkant bij Bouwara. Strieder met het schot. De controleur op het middenveld, waar het dus drukker en drukker wordt. Strieder, Bouwara met zijn linkervoor. Abbas en Kirschbaum heeft hem. Daarna maakt de spits vervolgens de overtreding. Kreeg hem niet de hoek in, Abbas. En de bal voor van Bouwara. En hij is bepaald niet reuzig, Abbas. Maar weet dan toch de kop. Omdat hij daar de nodige ruimte vindt. Daar zit een drievoudig international. Die toch als grote jongen wegging hier bij Utrecht richting PSV.
naam goed in het seizoen. Ja, het applaus geldt hem. Want hij wordt... Ja. Dat is wel mooi. En in die grote schermen hier, waar nu deze John van der Bron te zien is, pas zojuist Rome ze laten zien. En dat werd meteen opgepikt. En dat moet hem een goed gevoel geven, de Amersfoorter. De fans zien hem graag terugkeren. En wordt het dus op een wenken bediend. Soriano. Neudekker. Kan schieten met links. Neudekker recht op paas. Post. Kan nog een keer goed voor. Daar komt paas, maar die komt te laat. En dan komt VVV op een 1-0 voorsprong. Pak de ene kans die je krijgt. En weer is het Evert Lindhorst. Waar Utrecht dus de kansen krijgt. Het merendeel van het balbezit heeft. Is het Lindhorst namens VVV die scoort. Passion heeft met ingooien. Gustafsson. Abbas. Ja, daar komt Koen. Abbas is er eerder bij Gustafsson. Nou, rustig afmaken dan maar. Kiesbouw. Want dit was inderdaad de ideale bal om in de hoek te schuiven. Dat ging de Zweed ook wel proberen. Maar Abbas dus rapper bij de bal is dan Koen. Ook weet dat Gustafsson aanstaande is. Strieder, Kleiber gaat de 16 in. Prachtige bal, maar niet afgemaakt door Kleiber. Prima loopactie van hem. Ook goed onderkend door Strieder dat het daar te halen was. Mooie bal van Strieder naar de geweldige loopactie. Sinclair. Sinclair langs bij Kleiber. Maar Herr houdt ook vast. Sinclair. En Jansen duikt daarvoor. Hakje Sinclair. Van Ooyen. Ah, die had meteen moeten spelen naar Neudekker. Van Ooyen. Voor. En daar Lindhorst. En die maakt 2-0. Die maakt 2-0. Waar Utrecht de kansen krijgt. Waar Utrecht het balbezit heeft en houdt. Komen ze er een paar keer uit van VVV en slaan toe. Lindhorst nu met 3 goals op rij. Waarvan 2 in deze wedstrijd. Corner van Joosten draait mooi af. Dit is Gustafsson, bal blijft hangen en is nog steeds bespeelbaar. Daar zat Abbas in de buurt en dit is een penalty. De strafschop naar de overtreding op Dalmau. En dus is dit weer een kolfje in de hand normaal gesproken van Gustafsson. Ja, die is gewoon te laat met die sliding. Is er dan nog overleg? Is er dan nog contact met Zeist? Is het buitenspel Abbas? Het lijkt me wel. Hij gaat kijken, dus dan gaat het niet door. Hij hoeft niet eens te kijken, het is buitenspel. Ja. Het gaat toch om die andere, ja, rustig. Joost, een goede bal. Bas is heel snel. Kan terugleggen, nee. Hij schakelt er zelf in. Maar dan gaat de vlag alsnog omhoog. Ja, daar moet altijd even op gewacht worden. Dus Abbas gaat dan verder. En op het moment dat hij doeltreffend afrondt, is het... alsnog vlaggen geblazen. En voor de tweede keer Abbas buitenspel beoordeeld. En dat is juist. Het is alles of niet zo Leolé. Sinclair. Sinclair. Kom op, daar komt die Lee Kertemol. De man die 386 wedstrijden in Engeland voetballen. En in die wedstrijden kreeg hij een prachtig totaal van 123 keer geel en 9 keer rood.
Maher door naar Tjerni. En dan is dit dan Mauw, die moet hem afmaken. En dat doet hij. Weliswaar via de keeper, maar de aansluitingstreffer is daar. Dalmau met de 1-2. Hij die van Heracles kwam om doelpunten te maken. Doet dat hier met een hoofdrol voor Tjerni en Maher. Tjerni, goed doorgelopen. Gouwara, Dalmau, Baerbeek. Oeh, beide missen. Beide missen niet, maar ze missen. Dalmau richting de eerste paal. Baerbeek dook erachterop. Kerk. Drie man op scherp voorin. Tjerni, Baerbeek, Dalmau ook mee voorin. Václav Tjerni, Václav Tjerni. Jaagt hem over. Dalmau. Is daar sprake van een elleboog? Ja, het is niet ketchermol, hè? En pakt hij. Ah, die pakt zijn eerste Eredivisiekaart. Tuurlijk. Die ketchermol. Kerk weggestart. Aan de rug van Jansen. Kerk. Balletje terug, Baerbeek mist. Daar komt Tjerni. Moet dan met rechts. Maher. Gouwara. Dalmau. Ja, maar er is gefloten voor een overtreding. Ja, dat Cucurella, dat kan wel weer uit. Dan wordt er hier afgefloten en dan is het inderdaad een 1-2 eindstand. Dus een streken Lindhorst en Dalmau met de tegentreffer. Ja, Van der Brom die is niet tot bedaren te brengen. En zo pakt VVV de volle winst.